Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tjukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer iets moois doen met een oasebol. Er werd veel aangevraagd van, goh, kan je nog weer een keertje iets doen met bollen? Nou, natuurlijk, daar gaan we vandaag mee aan de slag. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak en alle leuke winacties, dus dan mis je helemaal niets. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Je vindt het dan onder het kopje cursuspakketten. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we gauw aan de slag. Zoals ik zei, heb ik een mooi oasebol en die gaan we heel simpel opmaken, maar heel kunstig, dus dat is heel erg leuk. Ik ga jullie laten zien dat je met een paar producten een heel apart stuk kan maken. En deze is lang houdbaar, dus dat is ook wel leuk. Ik heb de oase al wel nat gemaakt en ik gebruik die voor Crasperia bolletjes. En die stop ik er allemaal eerst heel kort in. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. En naast Crasperia bolletjes gebruik ik ook berengras. Daar steek ik er gewoon af en toe even eentje tussen, omdat we de Crasperia heel dicht op elkaar gaan steken. Dan is het vaak makkelijker om dat even vast tussendoor te doen, maar dan hoef je er verder nog niks meer te doen. En je steekt ze dus gewoon kort in en heel compact op elkaar. Crasperia bolletjes drogen natuurlijk mooi in, dus je zou de oase daarvoor ook droog kunnen gebruiken. Maar omdat we ook de berengras gebruiken, heb ik hem nu toch nat gemaakt. Zoals je ziet heb ik hem dan helemaal volgestoken. Er gaan er echt heel veel in. Maar het is belangrijk dus dat je ze goed compact op elkaar steekt en er tussendoor de berengras doet. Dan gaan we hem nu mooi afmaken met berengras. Het leuke aan deze bol is dat je hem op heel veel verschillende manieren kan decoreren. Je herkent misschien nog wel de video met de pin, dus de lange pin. Daar zou je dit bijvoorbeeld ook op kunnen maken en dan blijft het heel erg lang goed. Maar ik ga het vandaag laten zien op een schaal. Je kan hem dus gewoon zo zonder ondergrond bestellen, maar je kan er ook een ondergrond bij bestellen. Daarnaast kan je hem ook in het groot of in het klein bestellen. Ik gebruik nu de teakhouten schaal, omdat ik die ook al heel sierlijk en kunstig vind. En dat wel bij de bol vind passen. Dus daar leg ik hem op. En dan is het leuk om de grassen te verbinden. Als het kan, ga je hem eventjes tussen de bloemen weer steken, het uiteinde dan, zodat je bogen krijgt. En je mag zigzag alle kanten op, zodat het nog spannender wordt in jouw stuk. Vaak moet je eventjes het puntje eraf knippen. Dan kan je hem iets makkelijker insteken. En je kunt hem dus ook eronder door laten lopen. Maar dat het eigenlijk juist echt alle kanten op gaat. Dat geeft het spannende en speelse effect. In eigenlijk heel simpel stuk en daardoor was hij ook heel mooi apart. En dit doe je eigenlijk met alle grassen die je erin hebt gestoken.
Afhankelijk van hoe druk je het wil eigenlijk, kun je er ook voor kiezen om een enkele te doen. Je kan er wat meer voor in doen. Dat is net wat je zelf daarin mooi vindt en daar kun je ook echt mee spelen. Als je klaar bent, kun je kijken of alles naar wens is qua bogen en of je het allemaal mooi vindt vallen. Mocht dat niet zo zijn, dan kan je hem dus nog wat verzetten. En dan ga je er heel veel extra aan toevoegen, maar eenvoud zie je het helemaal in het stuk. Dus ik ga het echt zo laten zoals het is. Juist het simpele van één soort materialen bij elkaar met het lijnenspel maakt het echt heel apart en kunstig. Het lijkt heel makkelijk, het is ook niet moeilijk, maar je hebt er wel echt eventjes werk aan. Echt een superleuk stuk om te maken en extra lang houdbaar. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Je kan hem dus in het groot of in het klein bestellen en zonder of met ondergrond, wat je zelf daarin leuk vindt. Dan hoop ik dat jullie het weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Heb je leuke ideeën wat je graag wil zien? Laat het dan hieronder eventjes weten in de berichten. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het dan op Facebook of Instagram. Dan maak je ook nog eens elke maand kans op een leuke prijs. En dat zou ik ook super leuk vinden, want dan zie ik wat jullie allemaal maken. En dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!